We zijn nu ruim een jaar bezig. We hebben meer dan 100 artikelen gepubliceerd. Al die artikelen zijn gemaakt in de avonturen en in de weekenden. Door allemaal professionele journalisten. Zij zijn werkzaam bij de Telegraaf, de Gelderlander, vakbladen zoals Slagwerkkrant. Er zit veel passie en liefde in. En ik wil nu dat zij, net als muzikanten, technici, organisatoren, ook een kleine vergoeding gaan krijgen voor het werk dat erin gaat zitten. En Behind the Corner biedt het publiek een fantastische, transparante doorkijk in alles wat er in de achterhoek qua muziek gebeurt. En ook, ook de schrijvers die dingen vertellen rondom de muziek. Plus dat ze alle bands ook nog met elkaar in contact brengen en elkaar dus sterker kunnen maken. Ik denk dat dat een hele goede zaak is. Wat gaat het publiek daarvan merken als zij geld geven? De kwaliteit en de continuïteit zal verbeteren. Het is nu dat het soms een week later online komt of dat er een aantal artikelen minder zijn. Social media kunnen we iemand opzetten. Dus de kwaliteit, continuïteit, dat zal beter worden. Is er zo'n bloeiende Achterhoekse popcultuur? Oh, ja, al jaren. Alleen nu wordt het pas duidelijk door zoiets als bijvoorbeeld Behind the Corner. Elke band kent elkaar, heel veel muzikanten kennen elkaar, heel veel mensen werken ook samen. Kom elkaar tegen op fantastische festivals die in de Achterhoek gewoon ook sparrenstoel uit de grond groeien. En ze doen het ook allemaal erg goed. En ook daar zit Behind the Corner ook gewoon met een stokje achter. En wat hebben jullie nodig? Ik heb een berekening gedaan. Al die 100 artikelen, als je daar de schrijver die ze uurtje mee bezig, een fotograaf, een eindredacteur, een webmaster en algemene coördinatie. Als je per artikel 100 euro rekent, dan is er nog steeds geen vetpot voor iedereen. Maar dan heb je in ieder geval je benzine eruit en maal 100 artikelen zit je aan 10.000 euro voor één jaar. Dus als we een paar jaar aan de slag willen, hebben we gewoon meer dan 20.000 euro nodig.